gehad. En nu 6.500 mensen zowat gevochten hebben om kaartjes. Gaan we naar een hele leuke schaatser zien. We zagen hem in Warschau al. Thomas Werner uit Tsjechië. Toen reed hij een fantastische korte kuur. En redde het niet tegen Brian Joubert. Nou, Joubert won het dit jaar, dat weet u. Maar Thomas Werner tijdens zijn vrije kuur. 226,25 een totaal. Prachtige schaatser. Prachtige vrije kuur. We gaan hem nu in actie zien tijdens het Gala der Kampioenen. Het leuke aan hem is dat het echt een showmannetje is. En herkennen we de Pink Panther niet? Absoluut. Hij bespeelt het publiek. Tijdens dit gala maakt het natuurlijk niet veel uit als je sprongen mist. Thomas Werner en Monique, je hebt niets te veel gezegd. Hoezo, showman? Ja, hij bespeelt het publiek natuurlijk en het is heel erg leuk. En vooral nu met het Japanse vlaggetje om zijn hoofd haalt hij het Japanse publiek natuurlijk helemaal naar boven. En hij heeft een wereldkampioenschap gehad. Hij werd vierde, ze zeggen wel eens de rotste plek van allemaal. Maar je personal best met bijna 14 punten verbeteren, chapeau. Absoluut. Thomas Werner uit Tsjechië. We gaan hem volgend jaar zonder meer in actie zien. Tijdens het Europees kampioenschap dat van 21 tot 27 januari 2008 in Zagreb wordt gehouden. We hebben genoten van de nummer 4 van dit wereldkampioenschap. Succes.